Mijn naam is Koen van den Burg. Ik ben eigenaar van Burg Schilders. Ik vind het prachtig om van niets iets moois te maken. En ja, dat is dus wel mijn passie. Mensen bellen mij of nemen contact met mij op. En dan kijk ik of ik ze daarmee kan helpen. In ieder geval in kleurstellingen en daar gaan wij rustig voor zitten. Nou, als de mensen akkoord geven, dan nemen we de planning door en dan maken we een afspraak voor het schilderwerk. Nou ja, in de meeste gevallen beginnen wij natuurlijk alles eerst met ontvetten en schoonmaken. Alles netjes gronden, naal kijken, ondeugelijke kit eruit halen, vervangen, repareren. Alles maar wat maar nodig is om het uiteindelijk gewoon heel netjes af te leveren en af te lakken. Ik ben Maarten van den Burg. We zijn bij Wood Creations in Schravenzande. Ik ben een van de twee eigenaren. We zijn het bedrijf in 2005 begonnen. En ja, we maken hier keukens, meubels op maat, zitmeubilair, maar nemen ook complete verbouwingen uit handen. Om dat te kunnen doen hebben we ook gewoon hele goede partners nodig, waaronder aannemers, loodgieters, elektriciëns, ja, en uiteraard een hele goede schilder. En dat laatste is erg belangrijk, want ja, het is hetzelfde als ons, ook alleen maar met het zichtwerk bezig. En wij hebben natuurlijk ook alleen maar echt zichtwerk. Wij kijken altijd uiteraard of alles goed dekkend is. Dat de naden erg strak zijn en geen roffelige randjes en dergelijke. Dat het gewoon echt mooi aansluit op ons werk. Ja, dat is echt een kunstje, dat kan niet iedereen, dat kan burgerschilders, kan dat zeker. En dat is altijd naar ons zin. Wij positioneren onszelf in een hoger segment en daar past alleen Koen bij voor ons. Een paar mooie projecten die wij hebben gedaan, dat is heel verschillend. Ik vind woonhuizen, boerderij, die helemaal gerenoveerd werd. Dat is een van de mooiere projecten geweest. Een bar / kroeg. Hebben we recent gedaan. Vanuit niets is het helemaal leeggesloopt en hebben we dat helemaal opgebouwd. Ja, het resultaat is echt verbluffend. Kijk, ik wil graag weten of de mensen tevreden zijn, want daar doe je het uiteindelijk voor. Meestal nemen we dan voor een bepaalde tijd afscheid om na 4-5 jaar weer terug te komen.